Goed, ik ga jullie wat meenemen in wat berekeningen voor vocht en ventilatie. En even kijken hoor, Basel, wat heb jij vanuit je opleiding, wat weet je daarvan? Wat heb je allemaal gekregen aan natuurkunde voor berekeningen van ventilatie en vocht? Doen we dit jaar of vorig jaar? Nee, vorig jaar. Dus gewoon in jouw opleiding ooit, wat waarschijnlijk ook in... We hebben meer over de, eigenlijk een aardsebarde. Niet over de vocht. Oké. Okay. Aardsebarde, ja. Dit is voor architectonische techniek. Het was de richting genoemd is architectonische techniek. En we hebben meer over de details en de aardsebarde en de isolatie. Niet ja, over dat de vocht. Dat heb je wel. Dus warmte, dus energie over warmteoverdracht. Ja. Maar niet vocht. Nee. We hebben okay. Niks gerekend met de prima. Vocht, ja. Nee, dat is prima. Dan neem ik, dat is mooi, want dan... dan... Ik ga dat zo meteen wat over uitleggen. En Kamal, jij? Heb jij ook... hoe zit het bij jou? Niet eerder meegemaakt, denk ik, hè? Ik heb op... de middelbare school dan, dus VMBO-T-niveau heb ik natuurscheikunde gehad. Maar, ja, oké, okay, nou dan gaan we kijken. Ja. Ik zal niet zoveel voorstellen, zeg maar. Ja, we gaan het zien. Dan neem ik jullie mee. En als het goed is, heeft Ruben heeft het al een keer dit vorig jaar meegekregen. Dus we gaan kijken of die wat bij hem nog aanwezig is. Meneer, ik ga mijn laptop opstarten. Hij loopt vast. Loopt jouw laptop vast? Ja, ik ga alleen opstarten. Okay. Maar je bent, want nu werkt het toch? Je zit er toch in? Ja, maar hij loopt echt vast. In de andere background. Oké, maar ga je dan even eruit, kom je dan weer terug, zeg je dat? Ja. Mooi, oh, goed zo. Nou, Suar is er ook, dat is mooi. Oké, ik... ik ga beginnen met een belangrijk document. Dat is de dampspanningtabel. Ik heb dat overigens... Dit staat op Canvas. Dus alles wat ik hier vertel staat op Canvas. En er zijn ook al filmpjes gemaakt, die staan er ook op. En dat is de witte tegel. Even kijken. Dus daar kom je bij door naar deze witte. Ik heb die, ja, trouwens, hier bij mij is die wit. Misschien is die bij jou anders. Maar hij is dus kennistracks. En dit staat ook op groen. Maar dit is in principe is dit. Dit is gewoon algemene basiskennis. Dus die heeft op zich. Is natuurlijk hoort bij adviseur. Hij hoort bij bouwfysica. Maar we gaan dit algemeen voor iedereen aanbieden. Omdat uiteindelijk komt het dan weer terug. Maar dit is wel basiskennis die goed is voor je algemene bouwkundige ontwikkeling. Dus als je daar klikt, dan kom je... Dan zie je een pagina. En deze pagina, deze tekening, ik zal hem even vergroten. Dan zie je eigenlijk, je ziet al die kleurtjes en die tekst kun je waarschijnlijk niet zo lezen, maar dat, als je dat uitvergroot, dan kun je het wel lezen. Maar je ziet, sorry, je ziet bij deze, in dit overzicht, alle theorie die verbonden is met alles wat we doen in deze opleiding. En er is ook geprobeerd om daar kleuren aan te geven, dus alles wat met rood te maken heeft, dus al deze... dat is je kennisbasis, dus de theorie die je toepast als je met een rode rol bezig bent. En hier natuurlijk ook voor geel. Hier heb je voor blauw, dus dan natuurlijk een mechanica, dus krachten leren. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld constructie, statica en dan de toetsing van de stijfheid, stabiliteit, oplegreacties. Dat zie je hier staan. Nou, groen is, daar zit dan bouwfysica bij, wat je hier kunt zien. Hier bijvoorbeeld ventilatie, daar gaan we het er nu over hebben. En vochthuishouding. Dus dit is het overzicht. En als je dan naar de... Dus even kijken, ik wil hier uit. Dus dat doe ik dan maar gewoon zo.
En dan ga je hier naar vocht en ventilatie. Nou, dan zit ik op deze pagina. En wat ik dan wil doen is ik open de dampspanning tabel. Die had ik gedownload. En hier staat die. Ik zal gewoon bij het begin beginnen. Deze is wel erg groot. Oké. Nou, wat je hier ziet is een tabel met kolommen en rijen. En de eerste kolom zie je, als je het goed ziet, CG. Dat is een concentratie. En de eenheid van die concentratie is gram per kuub. En dit is de concentratie van water in lucht. Dat is wat hier staat. En dat is de maximale concentratie van water in lucht. Het is zo dat de lucht om ons heen, daar kan vocht in vastgehouden worden. Een hoeveelheid water. Maar die hoeveelheid is afhankelijk van de temperatuur van de lucht. Dus als ik wil weten wat de maximale concentratie is van water, waterdamp heet het dan, in lucht, dan kan ik dat hier aflezen. Zo zie je dus dat bij 20 graden, dus hier is 20 graden, zie je dat daar hoort 17,28 gram per kubieke meter. Dus je kan bij 20 graden kan er 17,28 gram water in zitten. Als je meer water toevoegt, wat gebeurt er dan? Stel dat je meer water toevoegt dan wat er in de lucht kan zitten. Wat zou er dan gebeuren? Wordt de temperatuur hoger? Nee, de temperatuur blijft gelijk. Oké. Wat zou er gebeuren als je lucht hebt en je hebt een maximale hoeveelheid bereikt, die 17,28 bij 20 graden, maar je blijft toch water toe. Je hebt bijvoorbeeld, je bent water aan het koken in een pan, er komt gewoon water bij. Maar die 17,28, ja, daar ga je overheen. Maar dat kan niet, want er komt maar 17,28 in. Dus wat gebeurt er dan? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Dan krijg je condens. Ja, dan krijg je condens. Dat kan niet anders. En condens is eigenlijk dat dan... het kan niet meer in de lucht. Dus dat water wat geproduceerd wordt, dat blijft gewoon water. En dat zet zich af op de oppervlakte. Dus het valt eigenlijk gewoon naar beneden. Zo moet je het eigenlijk zien. Nou, ze noemen dat... Dit is de verzadigde dampspanning, of de verzadigde concentratie, dus de maximale concentratie. En je ziet dus dat hoe hoger de temperatuur is, als je naar 30 graden kijkt, dan zie je dat er 30,34 gram per kuub water in kan. Ja, dus dat is al best wel veel meer, dat is bijna twee keer zoveel. Ja, net iets minder dan twee keer zoveel, bij 10 graden. Dus hoe hoger, is ook wel logisch natuurlijk, omdat... er is meer ruimte in de lucht. Als we naar beneden gaan, bijvoorbeeld, laten we gewoon kijken bij 5 graden bijvoorbeeld. Dan is het al redelijk koud. En dan kan er nog maar 6,83 gram in. En dat verklaart ook dat we condensvorming, dat we dat bij lagere temperaturen krijgen. Hè, dus... Als jij buiten bent en je loopt met je bril buiten en je gaat een kroeg in, of weet ik veel, een van een restaurant waar het lekker warm is. Op het moment dat je binnenkomt in die ruimte daar, dan, wat gebeurt er dan? De brildragers onder ons, die weten dat. Ruben, die moet dat weten. En dan gaat die glazen. Dan krijg je van die gecondenseerde glazen, hè? Ja, en dat komt natuurlijk omdat dat glas, dat heeft de temperatuur van de buitenlucht. En omdat het zo koud is, condenseert het op het oppervlakte van je glas. Dus dat, maar dat heeft dus allemaal te maken met condensatietemperatuur. Condensatie. Nou, dan is er nog iets, dat zal ik eens even kijken hiernaast. Wat je naast, in de derde kolom, daar staat bij... Nou, de tweede kolom is natuurlijk de T. En de derde kolom is eigenlijk een serie
die loopt van 0,0 tot 0,9. En die wil zeggen dat die 0, dat dit is een dampspanning. Dat is de verzadigde dampspanning, waterdampspanning. En die is de dampspanning is uitgedrukt in pascal, een newton per vierkante meter. Dat is, dus in feite is dat gewoon een druk. En want het is namelijk zo dat het water in de lucht, die oefent ook een druk uit. En dat heet de waterdampspanning. En die waterdampspanning, die kan, die is dus, als er een concentratie waterdamp is in lucht, dan is er ook een waterdampspanning die erbij hoort. Dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen een andere, dan is het dus de concentratie, en de concentratie veroorzaakt een waterdampspanning. Dus die kun je ook van elkaar aflezen. En die tabel kan die spanning laten zien per tiende graad. Dus als ik wil gaan kijken bij 20, stel dat ik de waterdampspanning wil weten bij 20,4 graden. Dus 20. En dat is dan 0,4. Dan kijk ik in deze kolom. Dan kijk ik 20 en dan kom ik hier uit. En dat is, daar staat 2397. En dat is dan 2397 pascal. Oftewel newton per vierkante meter. Dat is dus een eenheid voor druk. En daar wordt ook wel eens mee gerekend. Dus je kunt, dit is een tabel die dus de concentratie en de dampspanning met elkaar in relatie brengt. Nou, laat ik eens een hele... eens kijken, want je kunt hier eigenlijk hele simpele sommetjes meemaken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen... Ik weet niet of jullie je pc aan hebben staan, maar als je die dampspanningtabel zelf even opzoekt... Ik wil trouwens wel eventjes, kan hem hier wel even laten staan. En dan vraag ik aan jullie... Oh ja, trouwens nog even één ding zeggen. Dit is CG, dit is de maximale concentratie die kan ontstaan. Maar natuurlijk heb je, dit is alleen maar... Dus als je hierboven gaat, dan gaat het condenseren. Want dan heb je de maximale stand bereikt. Maar je hebt natuurlijk ook wat ze noemen droge lucht. Dus je hebt ook lucht waar geen water in zit. En alles wat ertussenin zit. En dat hebben ze opgedeeld in wat ze noemen relatieve vochtigheid. Dus relatieve vochtigheid. Relatief vochtigheid. Ze noemen het relatief omdat het een percentage is van de maximale concentratie. Dus als ik een als je 50% relatieve vochtigheid hebt bij 20 graden. Dus RV, hè? Relatieve vochtigheid. Dat wordt RV genoemd. Dus dan weet je dat voortaan. 50% bij 20 graden. Dat is de RV. En dan is de vraag. Wat is de dampspanning die daarbij hoort? Dus wat is de dampspanning dan? Kunnen jullie dat uitzoeken als je de tabel hebt? Dus het is 20 graden, 50% RV. Bij een wat is dan de dampspanning? En dan laat ik even die tabel zien. En hier hebben we 20 graden. En dit is... Hoeveel procent is dit, RV? Dit is de maximale hoeveelheid damp. Dus wat is dan de relatieve vochtigheid? Is die 0 of 100%? Bij 20 graden.
RV is 100%. Ja, want dat is de relatieve vochtigheid en die is maximaal, dus dan is die 100%. Dus de helft, 8,64. Werkt dat dan zo? Ja, dus dan doe je de helft van die 8,64 is de helft van 17 dit, hè? Dus dat is dan de... Ja. Ja, maar we willen dan de damspanning weten. Oh. Dus, maar het klopt hoor, dus de concentratie is 50% maal 17 is, wat zei je, 8,64, hè? Ja. Ja, dus dat is dan, dus inderdaad, bij een RV van 50 is de concentratie waterdamp 8,64, ja. En nou is de vraag, wat is dan de dampspanning? Nou, dan kunnen we kijken. 8,64. Dan zit je dus... 8,4 zit hier ergens tussenin, hè? Dus dan zit je hier tussenin. Dus dan zit je... Nou ja, zit maar tussen daar zo ongeveer rond de 1100. Zie je dat? Dus je kunt het dan hieruit aflezen. Dus je kunt vanuit een concentratie kun je naar een dampspanning en andersom. Als ik een RV heb van 47% bij 30 graden. Wacht even, deze. -30 graden Celsius. Wat is dan? Die concentratie. 47% bij 30 graden. Nou, dat is 0,47 maal 30, dit maal 30,34. Hè? Nou, ik weet niet even niet wat dat is, maar ik kan even uitrekenen. 0,47. Het is 14,25. Alright, ja, ik zie het. 14, nou laten we het afronden op 14,26, hè. En een gram per kuub. Heel goed. Oké, dus dit is even de basics, maar nu weet je dus hoe dat werkt. Dus je weet nu wat relatieve vochtigheid is. Die kan zitten tussen 0 en 100%. Als die 0% is, heb je geen vocht in de lucht. Dat noemen ze droge lucht. Dat is extreem droge lucht. Hè? Merk je meteen aan je lippen en zo. Want dat vinden we helemaal niet fijn. Dan willen we wel een bepaalde vochtigheid in de lucht hebben. Maar niet te veel. Als het maximaal is, dus 100%. Dan gaat het alles wat erna komt, dan gaat het condenseren. Maar dan, het voelt ook heel erg... het voelt ook heel raar. Je kunt dan ook niet zweten trouwens, hè. Je kunt wel merken, jullie hebben al getwijfeld allemaal de ervaring dat als je naar een land gaat, bijvoorbeeld in de tropen, dus dat je telt dat in, ik weet niet of jullie in de tropen zijn geweest, maar als je naar de tropen gaat, bijvoorbeeld in, of je gaat, ja, dus Zuid-Amerika of Midden-Amerika, of Azië, en het is daar heet, dan, maar trouwens, ook in Nederland heel vaak, hè, dus in de zomer, als het dan... Na een regenbui, dan zit er dus heb je een hoge relatieve vochtigheid, zeg maar van, laten we even zeggen, van 80%. Dat is best veel. En als het dan warm wordt, dan wil jij zweten, want je wil je lichaam in balans houden. Want die wil natuurlijk niet oververhitten. En dan op een gegeven moment, als er dus een hoge RV is, dan kun je je vocht niet kwijt. En dat is zweten. En benauwd.
Dan zeggen mensen altijd, ja, het is benauwd. Maar dat komt omdat dan dat je gewoon je zweet niet kwijt kunt. Dus dat heeft te maken met de RV, die te hoog is dan. En wat een airco doet, airconditioning, die koelt wel een beetje, maar eigenlijk wat die doet is de RV naar beneden gooien. Zodat het veel comfortabeler voelt. Dus een airco die koelt niet zoveel af, maar wel brengt hij de RV naar beneden. Dus dat is airco. Dus ja, het is echt dus ventilatie en dus vocht is erg belangrijk voor een goede leefomgeving in de woning. Als je te veel vocht hebt, dat gaat trouwens ook in je bouwwerk zitten. Dus dan moet je ook opletten met schimmel. Dus dan krijg je natuurlijk ook gewoon levende. Ja, dat begint gewoon te rotten dan. Dus niet te nat. Niet te vochtig. Oké, dus die tabel. Nou, laten we eens een sommetje pakken. Even kijken hoor. Ga ik jullie even meenemen naar de. Van wat voor sommen zou je nou kunnen oplossen daarmee? Dan kijk ik even naar de oefenopgave. Dus hier staan ook oefenopgaven op, niet te veel zie ik al. Nou, deze is misschien wel leuk om even te doen. Zo, oké. Nou, dan heb ik de tekst erop staan. Oké, dus een som dat zegt, nou, tijdens een vorstperiode dreigt de relatieve vochtigheid in een expositieruimte te laag te worden. En deze moet met behulp van een luchtbevochtiger constant gehouden worden op 65 graden. Binnen is de temperatuur 3 graden. Buiten is de temperatuur min 3 met een relatieve vochtigheid van 70%. Binnen is de temperatuur 20 graden en de ventilatiecapaciteit is 40 kubieke decimeter per seconde. Hoeveel vocht moet de luchtbevochtiger per uur produceren? Dus dat betekent dat je. We hebben hier binnen hebben een ruimte. Ik teken mee als een kubus. En. Daarbinnen is een. Willen we het. Daar is het 20 graden. En de vocht. Dus even kijken, de RV is 20 en dan even kijken, je moet 65 graden, hè? Dus we willen dat op 65 graden houden. Buiten is het min 3 met een RV van 70%. En die lucht die wordt aangezogen en die wordt hier naar binnen gevoerd. Zo, die gaat hier zo naar binnen. Nou, dus op zich lijkt dit lijkt veel op elkaar. Maar het is toch niet hetzelfde en de temperatuur is ook anders. En dan hebben ze het hier over de ventilatiecapaciteit. Nou, de ventilatiecapaciteit. Ja, dat betekent natuurlijk het vermogen om een luchtstroom tot stand te brengen. En de afkorting daarvan is N maal V. En de eenheid is per seconde of het kan kuub per uur zijn of liter per seconde. Ja, dus een kubieke decimeter is een liter per seconde of een kuub per uur. Of een kuub per seconde, dat kun je allemaal uitrekenen met elkaar. Maar je berekent dat door N maal V te doen. En V is het volume. En N
is het aantal, dat noemen ze het, ja, het aantal keer dat het volume kan worden ververst. Dus het is het, ja, dat is het aantal keer dat het volume kan worden ververst. En bij elkaar is dat de ventilatiecapaciteit. En die is natuurlijk afhankelijk van, want die zorgt ervoor dat die hoeveelheid lucht, die zorgt voor hoe snel die lucht naar binnen wordt gevoerd. Ja, dus en dat is natuurlijk, dat heb je nodig. Nou, de vraag is van hoeveel vocht moet de luchtbevochtiger per uur produceren? Hier zit een, in dat ding zit ook nog een luchtbevochtiger, dus in deze ruimte. Nou, laat ik die even kijken. Doe ik even zo. Die zit hier zo in zo. En die produceert lucht. Of die produceert vocht eigenlijk. En die zit in de ruimte. Nou, we zijn nu op zoek naar een formule die, waarbij al deze dingen in verband worden gebracht met elkaar. En die is er. Die is vrij simpel eigenlijk. Eens even kijken of ik daar, of dat in de, ik zal even kijken of, daar een, op het, of ik in het formuleblad heb. Deze sluiten. Nee, niet zo. Formuleblad. Je ziet hier een formuleblad dus. Even kijken hoor. Je ziet hier trouwens ook de formulebladen voor warmteweerstand. Warmteweerstandberekening. Dit is ook een berekening. Hier is die, maar hij is, dit is, we moeten nog iets meer hebben dan dit. We moeten de formule hebben voor de massabalans, voor de volume. Balans. En dat is, ik zal hem zo even uitleggen. Dus N maal V maal CA plus de productie van vocht is gelijk aan N maal V maal CI. Waarbij die N maal V, dat is de ventilatiecapaciteit. Dat is dus deze hier. En die CA, die zit hier. Dat is de concentratie, waterdampconcentratie, buiten. Water, damp. Buiten. En hier heb je de CI. Dat is de waterconcentratie binnen. Waterdampconcentratie. En die G is de productie. Dus dit is een balans. Dus een, ja, in feite is dat een vochtbalans. En dat betekent dat alles wat je wat, aanvoert van buiten plus wat je binnen produceert, dat is gelijk aan de moet gelijk zijn aan de ventilatiecapaciteit maal de concentratie binnen. Nou, als we nou, als we dan, als de, dus de, we moeten, als hier staat van hoeveel vocht moet de luchtbevochtiger per uur produceren, dan wordt daar eigenlijk gevraagd die G, dus deze G. Dus die, daar zijn we naar op zoek. En dat betekent dus dat wij deze, die, ja, die zouden we, die moeten we weten, anders kunnen we die G niet uitrekenen. Hè? Dus G. Nou, laten we eerst even kijken wat we allemaal hebben aan, aan waarden. We hadden N maal V, hè? Dat die was gegeven. Dat is deze hier.
Zie je dat? Die staat aan deze kant en die staat aan deze kant. Maar omdat hij hier aan beide kanten staat, dan kunnen ze eigenlijk tegen elkaar wegstreten worden. Alleen kan je dat niet zomaar doen, maar je moet dus deze formule omwerken. Dus voordat we dit gaan berekenen, ga ik die formule even, ja even, ik zal hem even, ja ik zal hem omwerken. En hoe doe je dat? Dus als we de g apart willen houden, wat moeten we dan doen met deze term bijvoorbeeld, met dit stuk hier? Hoe los je dat rekenkundig op? Delen door elkaar. Ja, eerst. Want hier staat eigenlijk, hier staat iets plus iets is iets anders. Hè? Dus er staat eigenlijk 3 plus 2 is 5. En die 2 is die g, dus dat betekent dan 2 is 5 min 3. Ja? Deze gaat naar de andere kant. Oftewel, n maal v maal ci min n maal v maal ca is gelijk aan g. Zie je dat? Deze, deze en deze. Hetzelfde als dit. Dus g is dit is dat min dat. Nou, wat er dan staat is, g is, dus nogmaals, g is waar we naar op zoek zijn, hè? Dus dit. Als je dit hebt staan, heb je n maal v maal ci min n maal v maal ca, dan moet je eigenlijk dan moet je dit buiten haakjes brengen, zoals ze dat dan noemen. En dat doe je door zo te doen. Dit is basisalgebra, zoals ze dat noemen. Dus dit is een bewerking om te zorgen dat de gemeenschappelijke factor naar buiten gaat. Dus n maal v zit in dit stuk en zit in dat stuk. En dan mag je ook zeggen n maal v buiten haakjes brengen en dan binnen de haakjes ci min ca. Ja, ik hoop dat jullie dit, dat je dit misschien alweer lang geleden, maar dit is wel iets wat, wat je normaal doet als je gaat rekenen met factoren. Nou, die g. Nee, we kunnen trouwens die ci en die ca, die hebben we nu nog niet, maar die kunnen we wel berekenen. Want ik wil jullie vragen, wat is de ca? Dat is dus ca is dus de cg voor buiten. En we hebben gezien min 3 en de rv van 70. Nou, Kamal had net al gerekend hoe het zat met 20 graden en 50%. En nu wordt er gevraagd 70% bij min 3. Als jullie de tabel in het zicht hebben, dan kun je hem oplossen. Hier heb je hem. Het is 3,82. Kijk, ik had gezegd, was het nou min 3 graden, hè? Ja, 3,82, dat klopt. Maar dat is 100%. Oh ja, ja, dat ja. Dus we moeten 70% van. Precies. Van 3,82 is 2,674 gram per kuub. Eens? Ja. Alright. Ja. Nou, voor die CI kunnen we hetzelfde doen, maar dan moeten we uitgaan van 20 graden en 65%. Dus dat is dan weer 0,65 maal, die hadden we net genoemd, hè, die 20 graden, 17,28. Hè? Dus dat is dan, ik zal het even opschrijven, 0,65. Maal 17,28 is 11,232 gram per kuub. Dus dit is één waarde en dit is nog een waarde. Dit is dus de concentratie die bij die temperatuur en die vochtigheid er is. Nou, die kunnen we van elkaar aftrekken. Zodat van elkaar aftrekken en vermenigvuldigen dat maal ventilatiecapaciteit, dan moet dat gelijk zijn aan die factor G. En die G is dan die productie. Nou, dan gaan we eens kijken wat dat is. Dus we laten die G laten staan. En dan, laten we gewoon precies invullen wat we al weten. Want die NV, die weten we namelijk ook al, die was namelijk 40
kuub per seconde, 40 kubieke decimeter per seconde. Maar je moet dit als, omdat we in kubus praten hier, moet dit ook naar kuub. Dus dat is 40 maal 10 tot de min derde. Nee, dit moet niet naar kuub, dit moet naar kuub. Dus dit moet je dan, als we uitgaan van kuub, moet je dat maal 10 tot de min derde doen. Hè? Dus 40 maal 10 tot de min derde, wat hier staat, is gelijk aan 40 kubieke decimeter. Hè? Dat zie je wel, hoop ik. Dus 40 liter. Maal CI was 11,232 min 2,674. Nou, dan proberen jullie dit eens uit te rekenen op je rekenmachine. Dat kan je in één keer doen. Meneer? Ja? Waar komt die 10 vandaan? Je bedoelt deze hier? Ja, die. Die 10 tot de derde. Die komt. Hier staat eigenlijk maal 0,001. En dat komt omdat 1 kubieke meter is 1000 kubieke decimeter. Dus 1 kubieke decimeter is 1 gedeeld door 1000 kubieke meter is 0,001 is 10 tot de min derde. Zie je het? Oh, oké. Okay. Ja? Yes, okay. Ja. Dus dit is converteren van volume. Dus ik heb nu een liter uitgedrukt als een kubieke meter. Het is goed dat je dat vraagt, want je moet gewoon, als je dingen ziet van wat is dat, dan moet je dat gewoon vragen. Dat is precies waarom we hier bezig zijn. Dus dit is, maar je ziet dus dat hier staat dus 40 kubieke decimeter per seconde. Maal dit, het verschil, daar zijn we naar op zoek. Heeft iemand, wil je dat uitrekenen, kijken of je een rekenmachine hebt? Dan zul je wel met je rekenmachine, maar je kan trouwens, ja, misschien kan het ook op je telefoon, maar. Ik kom op 0,342 gram per seconde. En er staat hier per uur. Dus als ik van seconde naar uur wil, dan moet ik het maal 3600 doen. En dan komt het op 1232 gram per uur. Oftewel 1,232 kilo. Dus dit is het antwoord. Ik zal trouwens deze formule, je moet dan wel even op het formuleblad nog. Maar dit is dus een formule om ventilatiebalans te berekenen. Dus je binnen heb je een concentratie, buiten concentratie, er is ergens een vochtproductie en dan kun je die met deze formule, met deze balans, kun je dat in elkaar doen. Dus je kunt, ja, je ziet dus dat je dus met, we hebben nu best wel veel al gedaan, hè? Dus we hebben zijn uitgegaan van die, van de relatieve vochtigheid, we hebben de tabel toegepast en we hebben nu ook deze formule toegepast, deze massabalans, of de ventilatiebalans. En dan kun je dus precies berekenen hoeveel vocht er moet worden toegevoegd. En dit is bijvoorbeeld ook nodig als je grote ruimtes hebt, want dit is natuurlijk maar vrij kleine ruimte. Maar dus, en bijvoorbeeld ook om capaciteitsberekeningen voor airco's te maken, dan gebruiken ze dit ook. Ja, dus we hebben nu een som gemaakt die aan de basis ligt van capaciteitsberekeningen voor ventilatie. Dat is natuurlijk echt installatietechniek. Ja, dat hoeven jullie niet zelf te berekenen, maar je weet nu wel zo'n beetje hoe je dat doet. Alright.
Nou, nog eens even een. Was deze. Was, is het te volgen? Is wel te doen, toch? Ik hoop het zo maar. Zou het even flink moeten oefenen, denk ik, dan eerder. Kan ja. Het zo niet blijven onthouden, zeg maar, eerder. Nee, nee, maar het gaat me nou meer om dat je even begrijpt van dat, wat je dan hiermee kunt doen. Je hoeft, het ook ja. Niet, je hoeft het ook niet uit je hoofd te weten, maar het gaat me even om, okay. Gaat me even om de logica nu. Van dat je ziet van, oké, ik heb hier, ik heb een hoeveelheid, ik heb een luchtstroom, ik heb twee concentraties, binnen en buiten. En als ik die in balans wil houden, dan moet er ergens moet er lucht toegevoegd, dus er moet er warmte of vocht geproduceerd worden. Ja, dus, dus dat is dit. Dus, daar, dus dat is... ja, daar gaat dit om. Dus dan, als je, dit, zeg maar, als je begrijpt wat, het, wat hier proberen op te lossen en hoe je dat dan doet, dan, dan is het al goed. Dan, heb ik, dan ben ik al tevreden. Oké. Okay. Nee, ja, op zich is wel duidelijk wat, wat er gebeurt, zeg maar. Ja, oké. Okay, goed. Nou, we gaan even naar een... ik zal even naar een andere gaan. Hoor ik dat formuleblad al? Oh, zie je dat? Ik had het wel gedaan. Je hebt ook formuleblad bouwfysica. Vocht, zie je dat? Dat is de tweede. Ik heb twee formulebladen. Misschien handig om het bij elkaar te doen, maar goed. Ik heb hier nog eentje. En hierin staat hij wel. Zie je dat? Dus hier zie je de vochtbalans bij ventilatie. Aangevoerde lucht plus vochtproductie is afgevoerde lucht. Hier zie je het staan. Oké, okay, nou dan is er nog eentje. Die is eigenlijk, ja, die, dat is eigenlijk, ja, dat is een wet. Dat noemen ze de wet van Boyle, Gay-Lussac. En daar staat in dat de waterdruk gelijk is aan de concentratie maal een of andere constante maal temperatuur. Nou, laten we daar eens een sommetje mee maken. Ja, oké, okay, gaan we dat even doen. Dus dan haal ik deze even eruit. Zet ik die zo meteen weer op dat scherm. Yes, een beetje groot, maar goed, dan is het wel te lezen. Nou, dan hebben ze hier een... je ziet al wat ik probeer met jullie doe. Hè. Ik pak gewoon wat formules en wat, wat praktische problemen die kunnen optreden met vocht, berekeningen. Of de berekening die je nodig hebt om praktische problemen op te lossen. En dat is gewoon om te oefenen. Overigens, deze vragen, die kunnen dus... Een aantal ervan staan ook... Dat zijn dus de vragen die dan in, op Test Vision staan. Dus die, het is zo dat als je dit oefent een paar keer, ik heb dit ook opgenomen, het zijn filmpjes, ik neem dit nou trouwens ook op. En ik zet het straks dan weer op de canvas. Maar als je dat een paar keer bekijkt, dan kun je ook die vragen in de toetsomgeving maken. Want dan, ja, ik ga het niet spannender maken, dus ik ga niet dingen vragen jullie die niet behandeld zijn. Laten we even hier naar kijken. Maximale waterdampconcentratie CG in de lucht bedraagt 1537 bij een temperatuur van 18. Nou, even kijken of dat klopt. 18 graden. Oh ja, zie je dat? Hier staat het. Nou, dat klopt. Oké. Okay. Gegeven de formule van Boyle-Gay-Lussac. Er staat in P is N gedeeld door V maal B maal T. En dan is die B maal T. En je mag ook zeggen C maal B maal T. Dus dit is een gegeven. Hè? Je hoeft niks aan... Ja, moet je dat begrijpen? Je hoeft niet te begrijpen. Het is gewoon een gegeven. Dat is die formule van deze meneer die dat waarschijnlijk 200 jaar geleden gedaan heeft. Opgeschreven heeft. Waarin de P, deze P, is de verzadigde waterdampspanning.
Een verzadigde waterdamspanning. Dat is dus dit getal. Zie je? Dus de 2065 die hier staat. Dat is de verzadigde waterdamspanning. Of dat is de waterdamspanning bij 18 graden. Zie je dat? Omdat het dan, dus dit is de vertaling van de concentratie naar de spanning. Dus dat is deze P. Dat noemen ze pressure, de P van pressure. Dus de P. In de natuurkunde wordt P altijd, is bijna altijd pressure. En dat is dus gelijk aan druk. En dat kan zijn luchtdruk of iets anders, maar het is altijd druk. En dat in de eenheid daarvan is Newton per vierkante meter. Of Pascal. Ja, dus die twee. Die zijn gelijk aan elkaar. Dit is de oude naam. Dit is de SI-afkorting. En de SI-afkorting is de standaard die overal gebruikt wordt in de wereld. Behalve in Amerika. Daar zijn ze eigenwijs. Ze gebruiken geen SI. Dit komt uit Europa. Oké, P is gelijk aan, zeggen ze, kilogram waterdamp gedeeld door het volume. Nou, dat is natuurlijk concentratie, die zie je hier staan. Maal een of andere constante, die B, dat is een gasconstante. Ze noemen dat de specifieke gasconstante. Dat betekent dus dat het iets van, heeft te maken met een eigenschap van het gas. En dat zal in dit geval zal het te maken hebben met de lucht. Dus als je een andere vloeistof hebt, een ander gas, dan zal het getal anders zijn. En dan maal de temperatuur. En de temperatuur die staat hier in Kelvin. Even checken, wat is de relatie tussen Kelvin en graad Celsius? Celsius. Weet u er nog? Het zijn allebei schalen, hè? Voor temperatuur. Weet jullie hoe je dat uitdrukt in elkaar, de ene in de andere? In de natuurkunde wordt eigenlijk alleen maar Kelvin gebruikt, niet Celsius. Je moet er 273 mee optellen bij de Celsius om een Kelvin te krijgen. Ja, dus dat betekent dat dus de een of andere, dus blijkbaar is een stapje op de Celsius schaal, is hetzelfde als een stapje op de Kelvin schaal. Dat is al fijn om te weten. En het verschil tussen die twee is. Dus het verschil is 273,18 ja, eigenlijk. Nog wat. Graden, hè? Graden Celsius. Dus het verschil. En dat betekent dat 0 Kelvin is min 273,18 graden Celsius. En lager dan dit, dus je kan niet lager dan 0 Kelvin. Dat is echt heel raar om te begrijpen, maar je kunt dus iets afkoelen, maar het kan nooit lager worden dan 0 Kelvin. En ze zijn op zoek naar de laagste temperatuur. Hebben jullie een idee hoeveel graden ze de 0 Kelvin hebben benaderd? Even voor de. Er zijn dus mensen al. Ja, gewoon zolang ze weten dat dit er is, zijn ze al bezig om te proberen naar 0 Kelvin te gaan. En dat wordt elk jaar, elke dag van het jaar, zijn er mensen bezig om
iets af te koelen naar deze temperatuur. Weten jullie, hoe, heb je een idee hoe ver ze al die 0 Kelvin benaderd zijn? Om even een idee te krijgen. Want 0 Kelvin zelf hebben ze nog niet bereikt. Maar ze zijn wel heel dichtbij. Hoe weten ze dan dat nul het nulpunt is, zeg maar? Als nog niemand een nul gehaald heeft eigenlijk. Ja. Ja, dat is mooi is dat, hè? Dat is berekend. Dat kun je berekenen. En dat is berekend in vele decimalen nauwkeurig. Maar het blijkt ook, dus, wat, kijk, dat is het is begonnen vanuit een theorie. Een theorie is altijd dus dat je dan een uitspraak doet over hoe dingen in elkaar steken. Hè? Dat is een theorie, hè? En dat doe je doordat je een soort van bewijs hebt verzonnen. Of je hebt een bewijs daarvoor. En om dat bewijs te maken doe je een onderzoek. En dan ga je dat, meestal doen ze dan een experiment. Dan kom je tot een bepaalde theorie. En die theorie die geldt totdat iemand anders de theorie neerhaalt of aantoont dat de theorie niet klopt. Zo werkt het meestal. Nou, deze theorie van die -273,18, die is onomstotelijk. Dat is niet, dus niemand of iets kan dat veranderen. Dus dat is een van de universele waarden in ons universum. Want dat geldt overal in het universum. En dus het is begonnen vanuit een theorie, maar nu weten we gewoon dat het zo is. En ze gaan daarna op zoek, en als je iets blijft afkoelen, ze zijn nu op -273, comma, en dan gaan we eventjes, moet ik het even goed opschrijven, 1, 7, 9, even kijken, 9, even kijken, 2, dus er zitten dus 18, dat is dan 1,2 graden Celsius. Nee, 8, ja. We zitten op 18 millikelvin. Dat kunnen ze nu bereiken. 18 millikelvin. 0,0018 kelvin. Dus van dit punt af. In een soort koelkast. Geweldig, hè? Materialen gaan heel gek doen met deze temperatuur. Het zijn totaal andere eigenschappen. Goed, dat was even een kleine zijstap. Anyway, dit is dus deze temperatuurschaal, die is eigenlijk heel praktisch. Die pakt gewoon water. En dan zeg je van oké, we gaan het koken. En dan is het 100 graden. Dan noemen we, als we water koken, noemen we het 100 graden. En als water begint te smelten, dan noemen we het 0 graden. Begint te smelten, dan wel begint te bevriezen. En dat stukje, dat delen we op in 100 kleine stapjes. En dat noemen we dan de Celsius-schaal. Nou, zo hebben ze dus die Kelvin-schaal uitgedrukt in de Celsius-schaal. Want die Celsius-schaal die was er eerder. En toen hebben ze die Kelvin-schaal uitgedrukt met dezelfde stapjes die dezelfde Celsius schaal geeft, hebben ze die Kelvin, en toen kwamen ze uit op dit getal. Nou, jullie kennen misschien in Amerika hebben ze een andere schaal, die heet zo, Fahrenheit. En dat wordt nog steeds gebruikt in Amerika. Dus als jij in Amerika, bijvoorbeeld in New York bent en het is heel heet aan, dan zeggen ze van it's 90 degrees. En ze zeggen er niet bij dat het Fahrenheit is, want daar gaan ze vanuit dat je dat weet. 90 degrees. Nou, als het bij ons 90 degrees zou zijn, dan zouden we doodgaan. Maar 90 degrees Fahrenheit is, dat zal ergens in de 30, 32, 33 graden zijn. Dat is best wel heet, maar dat kan ook wel. Dus die stapjes die hier in die Celsius schaal zitten, die zitten niet, dat, die Fahrenheit schaal heeft een andere schaal. Dus je moet dan ook met een breuk gaan werken om die twee in elkaar uit te drukken. Maar goed, we hebben met Fahrenheit hebben we niet zoveel te maken hier. Goed, heel verhaal, maar goed, het is wat achtergrond. Dat heeft te maken met schalen. Maar om maar even te vertellen, dus dat die T die hier staat in dit ding,
die is, dat is dus de T in Kelvin. En nou, dit is dus die gasconstante. En dan vragen ze hier, bereken de dampspanning P volgens de formule van Boyle K. Lezak. Nou, misschien willen jullie dat doen. Dat betekent dus wat je moet doen op de rekenmachine. Hier, deze is gevraagd. En wat je moet doen is C maal B maal T. Dus dat is dan concentratie. Maal die B, maal die gasconstante, maal die T. Nou, ik wil jullie even meenemen. Maak het even het scherm schoon. Wit. Ja, dan werkt het niet. Dus eigenlijk een opdrachtje om te kijken of je met hoe je je rekenmachine gebruikt aan de hand van een formule. Het is een beetje onhandig om het zo te doen. Je kan natuurlijk ook gewoon erasen in één keer, maar blijkbaar lukt dat hier niet. Oké, dus wat je dan typt is de P. P is... ...15,37, dat is namelijk hier gegeven, dus die C, maal die B was ja, 462. En dan, wat is dan de temperatuur? Nou, de temperatuur hier is 18, dus dat betekent 273 plus 18. Ik zit hem even tussen haken. Dus die moet je dan uitrekenen. Dat is 291. Dus 15 maal 37 maal 462 maal 291. En die P is dan 2066 Pascal. Dus ja, dus eigenlijk niet echt heel moeilijk deze som. Nou, we hadden net al gecontroleerd, 2066. Als we naar die schaal gaan, dan zie je bij, wat hadden we gezegd, 18 graden. Zie je dat die, in deze schaal zegt die 2065. Dus volgens de tabel... is het 2065. Nou, dat is vrijwel hetzelfde. Eens even kijken hoor. Ja. Canvas. Nou ja, zo zie je dus dat er zijn flink wat sommen die je kunt maken om te oefenen. Het heeft altijd te maken met transport van vloeistof, van lucht, van binnen en buiten.
En je moet altijd naar een soort balans toe tussen die twee. Dus hier wordt bijvoorbeeld ventilatiecapaciteit gevraagd. Hier hebben we de formule voor Boyle de Pierre-Lussac. Die hebben we net zelf ingevuld. En we hebben net een som gemaakt die hiermee, die hier over die vochtbalans werkt. Oké. Okay. Nou, dan zal ik, ga ik er nog één doen, laatste. Stel, we hebben een, want die moet, deze kunnen jullie nu denk ik wel ongeveer zelf maken. Het gaat over een keuken van 3 bij 3 en 2,5 meter. En daarin staat een pannetje te koken. Zo. Er komt vocht vrij. En de vochtproductie voor dat kokende pannetje is 0,5 gram per seconde. Nou, de temperatuur in de ruimte in graad Celsius is 19 graden. En de relatieve vochtigheid is 66%. Kun je allemaal voorstellen, hè? Je hebt een keuken, 19 graden, relatieve vochtigheid 66%. Staat een pannetje te koken met water. En omdat het kookt, gaat de vloeistof die hierin zit, die gaat in gasvorm over. En dus krijg je waterdamp en die waterdamp wordt opgenomen in de lucht. Oftewel, dit ding gaat omhoog. Dat kan niet anders. Overigens zal, omdat dit 100 graden is, of misschien wel meer nog, gaat dit ook omhoog. Maar we laten nu voor deze som, gaan we ervan uit dat de temperatuur constant blijft. Nou, er wordt niet geventileerd. Dus er is geen ventilatie. En de temperatuur neemt ook niet toe. Dat had ik net gezegd. En dan is de vraag, hoe lang duurt het totdat RV is 80%? Hoe zou je dat kunnen, hoe zou je dat moeten doen? Ik heb alle, dus ik heb hier een volume. Dat heeft het volume ermee te maken. We gaan eventjes gewoon kijken of we logisch kunnen benaderen, hoe we deze vraag logisch kunnen benaderen. Er staat in, dus ik heb een ruimte met een volume. Er wordt vocht geproduceerd. Die is 0,5 gram per seconde. Ik heb in de temperatuur is 19. Die neemt niet toe. Er komt ook geen, er is ook geen ventilatie. Dus er gaat niks weg of komt niks bij. De relatieve vochtigheid is 66%. En de vraag is van hoe lang duurt het dan voordat die naar 80% gaat? Uitgaande van die 0,5 gram per seconde. Wat heb ik nodig om dit te berekenen? Nou, Tippie. Volume bepalen. Wat heb je nodig? Want hoe groter de ruimte is, hoe groter de V, hoe langer het zal duren. Dan zijn jullie denk ik wel met me eens. V is 3 maal 3 maal 2,5. Is
22,5 kuub. Wat is de concentratie? Moeten we iets met concentraties? We hebben hier RV en hier een RV. Maar ja, met RV's kun je niet rekenen. Waar kun je wel mee rekenen? Je kunt rekenen met concentraties. Dus de concentratie bij 19 graden en een RV van 66. Bij 19 graden is. Even kijken, waar zit die? 16,3. Dus 10,76 gram per kuub. Ja, dus dat is de concentratie bij 19 graden bij een RV van 66. Maar we moeten naar die 80%. Dus we moeten naar 0,8 maal 16,3 is 13,04. Nou, de afgetrokken van elkaar, het verschil is natuurlijk 13,04 min 10,76 is 2,28 gram per kuub. Zien jullie dat? Van naar, dus ik moet naar dit. Het verschil is 2,28 gram per kuub. Nou, hoe kan ik nou die 2,28 gram per kuub relateren aan de productie? Dit is een halve gram per seconde. En hier staat 2,28 gram per kuub. Nou ja, ik zou zeggen, dit is per kuub, maar ik heb niet één kuub. Ik heb veel meer kuubs. Ik heb 22,5 kuub. Dus je 22,5 maal 2,28. Dus voor elke kuub moet ik 2,28 gram vocht produceren. Ik heb 22,5 kuubs, dus 22,5 maal 2,28. En dus dat is wat ik moet. Als ik dat doe, dan krijg ik het aantal grammen. Zie je dat? 2,28 per kuub en 22,8. En de productie is een half gram per seconde. En als ik dat uitreken, dan kom ik op 102,6 seconden. Dus zo lang duurt dat. Duurt niet lang trouwens, hè? Dus maar nog niet eens 2 minuten. Dus als zo'n pannetje opstaan en 2 minuten en het kookt. En dan, na 2 minuten is de RV al omhoog gegaan van 66 naar 80. Dat is natuurlijk niet heel veel, 14 graden, 14%. En dan weer zoveel seconden verder. Dan, dus zeg maar, je kunt het ook uitrekenen wanneer het gaat condenseren. Hè? Dan reken je niet naar 80%, maar dan reken je naar 100%. Dus dan wordt dit getal wordt dan 16,3. En dan ga je 16,3 min 10 doen. Dan komt hier 6 uit ongeveer. 5, zoveel. Dat deel je dan en dan zie je hier het aantal seconden. Dus je kunt precies met deze kunt zo precies berekenen hoe lang het duurt voordat je een bepaalde vochtigheid heb gecreëerd. En dit is dus puur productie. En als je dat
wil ja, en bij gelijkblijvende temperatuur en zonder ventilatie. Nou, als je de temperatuur gaat veranderen, je zegt van ik wil niet naar, ik ga naar 80% toe, maar ik ga ook de temperatuur verhogen naar 21 graden bijvoorbeeld, dan moet je dus weer, dan kijk je bij 1835. Dan verandert dit getal. Komt hier een ander getal uit, trek je weer van elkaar af, komt hier een getal uit, deel je op elkaar en dan krijg je daar ook weer een tijd uit. Dus je kunt zo, ja, met al die, het zijn allemaal draaiknopjes om te zorgen dat je die antwoorden kunt geven. Het heeft allemaal met hetzelfde te maken, hè? Dus een balans tussen productie en een bepaalde gewenste temperatuur of gewenste vochtigheid, concentratie die je wil. Nou, ik heb het opgenomen, deze sessie. Dus dan. Kunnen jullie nog eens een keer naar rekenen. Die sommen die. Die veranderen niet. Dus het enige wat kan veranderen is jullie vaardigheid om die sommen te beantwoorden. En dat doe je door oefeningetjes te doen. En het is, nou ja, wat is het perspectief voor jullie als je voor je werk, voor je job straks. En ook als je op stage gaat. Dat is dat je in ieder geval, ja, dat je nu, als je deze theorie oefent en wat sommen maakt, dan heb je een idee van hoe dat werkt met vochtig en met ventilatie en vocht. En voor de installatie is het heel belangrijk in een huis. Want je wil de vochtigheid laag houden. Die wil je ongeveer tussen de 40 en de 60% houden binnen een woning. Daarom zijn er ook eisen voor temperatuur of voor ventilatie in een woning. En dat staat in het bouwbesluit. Er staat in hoeveel temperatuur je moet. Of hoeveel ventilatie er moet zijn in de keuken bijvoorbeeld. Dan kunnen we even kijken. Ik weet niet of jullie dat weten. Wie weet dat, hoeveel ventilatie er moet zijn in een keuken? Nou, hier staat het. Bouwbesluit geeft niet aan wat de ventilaties zijn in specifieke ruimte van nieuwbouwwoningen. Dit staat wel in de NEN 1087. Nou, en dan, dus er wordt door het bouwbesluit refereert aan een NEN-norm. Dit is een norm, normering. En daar staat in beschreven dat in de keuken moet er 21 kubieke decimeter per seconde ventilatie zijn. Moet er mogelijk zijn. Dus als je gaat koken, als je niet kookt, dan hoef je dat niet aan te zetten. Want dit doe je natuurlijk met een afzuiging. Met een afzuigkap. Of wanneer je een andere installatie hebt, moet je dit voor elkaar kunnen krijgen. Dus die moet dan die 21 liter per seconde voor elkaar kunnen krijgen. Een open keuken is 1 liter per seconde per vierkante meter netto vloeroppervlak. Met een minimum van 21. Dan zie je weer die 21 terugkomen. En dat is 2/3 of 50% meer dan de badkamer. En dat is weer 2 keer zoveel als op het toilet. Dus dit zijn de ruimten, zie je dat? Dus de toilet 7 liter per seconde, badkamer 14, keuken 21. En natuurlijk heeft alles te maken met de vochtproductie. In het toilet wordt niet zo heel veel vocht geproduceerd, maar wel wat. Badkamer meer, omdat je gaat douchen natuurlijk. Maar ja, douchen duurt niet zo lang, maar keuken duurt wel lang. Koken. Koken kan zo half uur, weet ik veel, 3 kwartier. Nou, niet 3 kwartier, maar dat gas, dat er water staat te koken, dat zou zomaar 20 minuten, kwartier kunnen duren. Die pannen. Dus dan moet je ook flink wat afzuigen. Dus dan is die eis 21.
Nou, jullie hebben nu gezien dat met die berekeningen die wij gedaan hebben, kun je dat gewoon bepalen. Dit is dus de ventilatiecapaciteit, hè? Dus die N maal V die hier staat, die nodig is.